your information. Bent u ervan op de hoogte dat u uw bloedsuikerspiegel onder controle moet hebben als u gezond oud wilt worden? Onderzoek wijst steeds meer uit dat een regelmatig hoge bloedsuikerspiegel de basis is voor het merendeel van de chronische ziekten die bij ouderdom horen. Hou jij je bloedsuikerspiegel laag, dan verlaag je de kans op onder andere dementie, blindheid, hart- en vaatziekten en kanker. Zelfs is de kans groot dat mensen je jonger inschatten, want ook je huid veroudert in een rap tempo door te veel suiker in je bloed. De bloedsuikerspiegel is de hoeveelheid glucose in ons bloed. Glucose is de brandstof voor onze cellen en die krijgen we binnen via ons eten in de vorm van koolhydraten. Via het bloed wordt de glucose naar de cellen getransporteerd die de glucosemoleculen verbranden voor energie. Als we meer glucose binnenkrijgen dan het lichaam nodig heeft voor energie, wordt het overschot aan glucose eerst als energievoorraad opgeslagen in de lever en de spieren in de vorm van glycogeen. Dit is echter maar een kleine hoeveelheid waarmee we onszelf hoogstens één dag van energie kunnen voorzien. De rest van het overschot aan suiker wordt als vet opgeslagen in onze vetcellen. Vandaar dat juist een dieet dat rijk is aan koolhydraten en suikers tot overgewicht leidt, meer dan als je veel gezonde vetten eet. De opname van glucose in de cellen wordt geregeld door het hormoon insuline, afgegeven door de pancreas. Hoe meer de bloedsuikerspiegel stijgt, hoe meer insuline het lichaam afgeeft als signaal voor het lichaam om de glucose in de cellen op te nemen. Omdat we steeds meer suiker zijn gaan eten en tegelijkertijd minder bewegen en energie verbruiken, moet de pancreas steeds vaker en steeds meer insuline afgeven. Met als gevolg dat de insulinereceptoren in de cellen steeds ongevoeliger worden voor insuline. Als reactie daarop gaat het lichaam steeds meer insuline aanmaken, totdat de pancreas de hoge hoeveelheden insuline niet meer kan produceren. Dit kan uiteindelijk leiden tot diabetes type 2. Langdurig hoge insulineniveaus in je bloed zorgen onder andere dat het bloed sneller samenklontert met als gevolg hart- en vaatziekten, dat er plak ontstaat aan de randen van de aderen, wat kan leiden tot hartinfarcten, dat kankers makkelijker ontstaan en het DNA sneller veroudert. De hoeveelheid glucose die opgelost is in je bloed wordt gemeten in millimol per liter. Een normale nuchtere waarde ligt tussen de 4,0 en de 6,0 millimol per liter. 2 uur na het eten moet je bloedsuikerspiegel onder de 9 millimol per liter zijn. Er wordt van een te hoge bloedsuikerspiegel gesproken als de bloedsuikerspiegelwaarden hoger zijn dan tussen de 6 en 8 millimol per liter. Er wordt van een te hoge bloedsuikerspiegel gesproken als de bloedsuikerspiegelwaarden hoger zijn dan tussen de 6 en 8 millimol per liter. Als je nuchtere waarden boven de 7,0 millimol per liter liggen, is er sprake van diabetes, suikerziekte, dorst, veel drinken en plassen, infecties, jeuk, moeheid, lusteloosheid en prikkelbaarheid kunnen duiden op een hoge bloedsuikerspiegel. Hoe hoger de bloedglucose en hoe langer verhoogd, hoe meer klachten. Overgewicht, hoge bloeddruk en een levensstijl met weinig lichaamsbeweging kunnen aanleiding zijn om te laten checken op insulineresistentie en diabetes. For your information.